Ik ben de dochter van een vechtjas. En dat wil ik ook zijn. Ik ga door. Als u bereid bent. Dat ben ik. Als u mij de opdracht geeft. Ja, dat doe ik. Beschouw me dan maar als uw raadsman. Maar ook als uw strijdmakker. Oh, wat een heerlijke avond. Wel, schat. Al naar bed. Nou, je bent behoorlijk laat. Ja. Ik heb geschaakt. Geschaakt? Ja. Eerst met dat jochie. Die Gieltje. Die gooide het hele bord naar mijn hoofd toen ik op die mat stond. Het lijkt zijn moeder wel. Ja. Nou, in ieder geval, hij wel lef. Ja, dat blijkt. Wat toen? Oh, toen heb ik nog een spelletje schaak gespeeld met Lucie. Ach, zeg je aan Lucie? Ja. Sport voor broeder. Zo? Nog niet zo lang geleden schold ze je uit. Een plein publiek, als ik me goed herinner. Ja, maar dan heeft ze ook spijt van het haren op haar hoofd. En kon ze schaken? Ach ja, wel aardig, maar ik had te snel te pakken hoor. Ja, dat zie ik. Dat zie je? Hoe bedoel je? Lipstick op je wang. Oh. Oh ja. Ja, het was een kameraadschappelijke zoen bij het afscheid. Kameraden al? Wat had ze nou opeens? Ze wilde eigenlijk dat ik ermee ophield. Ze had een bedekte bedreiging gekregen van Oscar Verhulst. Het kwam erop neer dat als ze haar kind nog een keer terug wilde zien, dan moest ze zich koest houden. Wat een rotzak. Maar kan dat dan zomaar? Zij is toch toeziend voogd des? Jawel, maar hij kan het er wel heel moeilijk maken. Maar en toen? Nou, toen heb ik haar verteld wat jij gezegd hebt. Je zei toch, weet je wel, je zei toch doorgaan? Mm-hmm. En we hebben het over de vader gehad, die vocht ook altijd door. Nou, ze voelt zich de dochter van een vechtjas, dus als ik bereid was om door te gaan. Vandaar die... Kameraadschappelijke zoen. Dat is ongevaarlijk, ja. Kameraadje, kameraadje. Je bent ook mijn kameraadje, hoor. En nog wel meer dan dat. En hoe vind je dat nu? Wel aardig om zo mee te praten. Nou, die heeft het ook niet makkelijk, hoor. Nee. Man kwijt, kind kwijt, vriend kwijt. Blijft nu veel meer over. Zeg eens, je begint al heel anders over dat te praten, hè? Ja, dat wilde je toch? Ik moest me toch in haar verdiepen. Trek je daar dan iets van aan? Tuurlijk, dat weet je toch?
Let jij maar op, hè, kameraadje. Eén nog een blikje, alstublieft. Hey, Lucie. Hallo. Dat is een verrassing. Ik wou je even bedanken. Waarvoor? Nou, dat je Erik naar mij toe hebt gestuurd en dat je ervoor gezorgd hebt dat hij mijn zaak aanneemt. Nee, helemaal niet. Dat heb jij zelf gedaan. Ik wou alleen maar dat jullie zouden praten. Ik hoop dat hij je kan helpen. Oh, vast. In ieder geval zal hij zich nu helemaal voor je inzetten. Hij heeft al een heel andere kijk op je. Oh ja? Mm-hmm. Hoezo? Eerst dacht hij dat alles was zoals jouw ex-man verteld had. Maar nu... Nou, ziet hij in dat misschien dat toch een iets te eenzijdig beeld was? Nee, ik ben blij dat te horen. Kan ik je helpen? Of wil je even rondkijken? Ik heb wat lingerie nodig. Oh, die heb ik. Hele mooie. Oh. Verder heb ik niet zo heel veel op het ogenblik. Maar aan het eind van de week ga ik naar Parijs. Om nieuwe dingen te halen. En zodra ik terug ben, bel ik je op. Krijg jij de eerste keuze. Oh, leuk. Pien, wil jij mevrouw Verhulst even die nieuwe lingerie laten zien? Of geef dat maar aan mij. Dat is niks voor jou. Oh. Weet jij iets van... Nee, dankjewel. Weet je het zeker? Ja. Oké, nou dan zullen we die van jou moeten maken. Wat gebeurde er? Nou, helemaal niks. Hij wou gewoon vanmorgen niet starten. Juist. Oh, maar dat heb ik ook wel eens. Met die flitsende sportauto's van jou? Nee, met mezelf. Oh, je bedoelt dat jij 's morgens ook moeilijk aan de gang te krijgen bent. Niet alleen 's morgens. Kijk, ik heb een motor met temperament. Soms race ik door de hele dag heen en dan opeens... Boom. Boom? Boom, ja, dan sta ik stil. En meestal wanneer ik aan jou denk. Maar mijn beste meneer Bolleman, problemen met uw carburateur. Carburateur, injectie plus turbo. Nee, ik denk dat we mij de zekeringen dan doorslaan. Trouwens, heb je ooit gehoord van een vent die problemen had met zijn carburateur? Dat is belachelijk. Natuurlijk belachelijk. Maakt ook alleen maar een grapje. Oh. Hoewel ik me best kan voorstellen, hoor, dat jij problemen hebt met je zekeringen. Precies, dat heb ik. Nou ja, probeer hem maar eens te starten. Ho, 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 ho. Enig idee? Ja, kijk, het probleem met dit soort auto's is dat ik eerst moet zien uit te vinden of het lichamelijk of geestelijk is. Kijk, staat de wagen onder zeer veel stress, dan kan het best een nerveuze spanning zijn. Je bedoelt een zenuwinzinking? Ja, precies, ja. Schreeuw je vaak tegen hem? Tegen schreeuwen? Ik praat zelfs nooit tegen hem. Maar Emily, dan zit hem daar de kneep. Hoe zou jij je voelen als nooit eens iemand tegen je sprak? Ja, begrijp wat je bedoelt. Hoe oud is deze wagen? Bijna 10 jaar. Maar Emily... Dan kun je toch nagaan. Je bent bijna 10 en nooit zegt iemand eens tegen je goedemorgen. Wanneer heeft deze auto voor het laatst een cadeautje gekregen? Nog nooit. Nog nooit? Niet eens zo'n knikkend hondje bij de achteruit? Zo'n handje dat zwaait of een bosje plastic rozen? Ik schaam me diep. Dat zou ik zeker doen.
Nou, zeg nou maar eens dag, lieve auto, en probeer hem weer te starten. Dag, lieve auto. Emilie, veel liever. Dag, lieve auto. Zo is het goed. Fantastisch, bedankt. Hey, hoeveel ben ik je schuldig? Niets. Wees alleen aardig tegen de auto en ga morgenavond met me mee uit eten. Oh, sorry, maar dan kan ik niet. Ik moet morgen namelijk naar het circus. Hij is jarig. Oké, overmorgen, lunch. Oké, dag. Dag. En vergeet niet dag te zeggen tegen de auto. Oh, nee. Dag, lieve kleine auto. Goedemorgen. Henry Bolleman is de naam. Wat kan ik voor u doen? Hij is mooi, hè? Ja. Kost 35.000 gulden, maar omdat u het bent, 33.000. En misschien heeft u nog wel iets in te ruilen, hè? Een oude teddybeer of deze skelter. Goede schokbrekers, bandjes in orde. Hm? Weet u wat? U betaalt mij nu een gulden en ik hou hem 15 jaar voor u vast. Dan is hij antiek, dan is hij het dubbele waard. Wat zegt u daarvan? Denkt u er maar eens over na. En vergeet niet de naam Henry Bolleman. Naar mijn mama. Nee, Geeltje, je mag vandaag niet naar mama. Ze is niet thuis. Ze is wel thuis. Ze heeft me gisteren opgebeld. Weet je wat? Ik heb in die speelgoedwinkel dat modelvliegtuigje gezien dat je zo graag wilde hebben. Nou, dan mag je dat gaan kopen. Kom dan maar mee. Peter, breng je ons even? Nee. Nee, neem maar een taxi. Geeltje, ga je mee? Had zijn mond vol over meneer Erik. Die zou hem schaakles geven. Zo, dat is nog onschuldig. Maar ik ben bang dat er binnenkort een minder onschuldig spelletje gespeeld gaat worden. Dat betekent dat Hoogland nog veel contact met haar heeft. Dat wist wel. Ik zit niet voor niks uren in die auto. Ik ga de Vos waarschuwen. Hij moet maar eens weten wat er aan de hand is. Dag, juffrouw de Graaf. Dag, mevrouw Hulst. Meneer Hoogland is er niet, hoor. Oh, nee, ik heb ook geen afspraak met hem. Ik kom alleen dit even afgeven. Goed, dank u wel. Hij weet waar het over gaat. Oh, en doe je hem de groeten? Zal ik zeker doen. Dag, Lucy. Leuk je hier te zien. Hoe gaat het? Goed. Je ziet er patent uit, kind. Het vrije leven doet je goed. Ik moet natuurlijk wel wennen. Nou, dat zal jou wel lukken. Het verbaast me trouwens niets jou hier te zien. Oh, nee? Is meester Hoogland dadelijk hier? Hij is onderweg. Goed. Wacht, ik blijf in zijn kantoor. Uitstekend. Ja, ga ik maar. Goed. Dag, mevrouw Hulst. Dus u bent adjunct-directeur geworden? Nou. Ja, daar komt heel wat van kijken. Het is een groot bedrijf, hè? Nou, dat geloof ik best. We gaan eerst de zaak doorlichten en dan reorganisatie. Nou, dat zal wel nodig zijn. Jazeker. En dan heb ik nog mijn eigen afdeling, hè? Spanje. Toe maar. Gaat u zich ook met Santo Domingo bemoeien? Ja, dat bouwproject. Is dat niks voor u? Wat heet? Ik ben een van de eerste deelnemers. Oh, sorry. Dat had ik moeten weten. Dat soort details ben ik nog niet toe. Oh, geen detail voor mij. Ik heb er tenslotte 10.000 speculanten in zitten. Laten we wel wezen. Nou, ze hebben geen spijt van hebben, hè? Het is nou wel het dubbele waard. Dat help ik u wensen. Maar dat is interessant voor u, hè? Toezien dat zo'n groot project van de grond komt. Ja. Beter dan een chauffeur te spelen, hè? Nou, achter het stuur van zo'n wagen is ook niet gek. Zit liever achterin. Nou, dat heeft u dan bereikt, hè? Weet u wat mij opvalt? U maakt een uitzonderlijk grote promotie, maar u blijft er toch zo bescheiden bij. Zo gewoon. Is genoeg voor vandaag. We nemen nog een sauna, hm? Meester Bos zit op je vraag. Goeiedag. Hallo, beste kerel. Hoe gaat alles? Goed. Ik had het niet verwacht. Inderdaad. Met Nicole, alles oké? Ja, ook. Ik heb jou lange tijd niet gezien. Geen moeilijkheden? Nee,
De laatste keer dat we spraken was door de telefoon. Omdat ik bij notaris Van der Velde was geweest voor inlichtingen over de vermogenspositie van mevrouw Verhulst. Komt u daarvoor? Nee. Ik neem aan dat je verstandig genoeg bent om je aan het advies te houden wat ik je toen gegeven heb. Oh, gelukkig dat het een advies was. Het klonk toen meer als een waarschuwing. Enfin, vandaag kom ik als brenger van goed nieuws. Altijd welkom. Ik zit onder het werk en nu heb ik een grote zaak aangeboden gekregen. Onroerend goed. Maar ja, het is te veel voor mij alleen. Ik stel je voor om het samen te doen. Oh, interessant. Waarom niet? Als je tijd hebt tenminste. Oh, voor een grote zaak. Als ik geen tijd heb, dan maak ik het wel. Goed zo. Bovendien is het voor een cliënt die jij goed kent. Eigenlijk is hij al een cliënt van jou. Oscar Verhulst. Was zeer tevreden hoe jij die echtscheiding hebt behandeld. En het verdient goed, zoals je weet. Oscar Verhulst, zeg je? Ja. Nou, het spijt me, dat is onmogelijk. Onmogelijk? Ja. Waarom? Zoals u weet, trad ik bij de echtscheiding voor mevrouw Verhulst op. Ja, wacht even. Oscar Verhulst nam jou in de arm om te bemiddelen tussen hem en zijn vrouw. Hij heeft jou betaald. Dus jij was zijn raadsman. Hoe het ook zij, mevrouw Verhulst heeft mij gevraagd haar vermogenszaken te behandelen en ik heb die opdracht aanvaard. Erik. Jij vraagt om moeilijkheden. Ik heb je toch gewaarschuwd, jongen. Dat mag jij niet aanvaarden. Waarom niet? Maar snap je dat dan niet? Oscar Verhulst heeft jou een opdracht gegeven, ja? Dat heb je goed gedaan, met mij weliswaar op de achtergrond, en heeft je goed betaald. En een paar maanden later al ga jij voor die vrouw optreden. Dat zijn toch tegenstrijdige belangen, jongen? Is dat zo? Ik weet alleen dat notaris Van der Velde en Oscar Verhulst samen bewindvoerders zijn over de erfenis van de oude Van Delden, waarvan mevrouw Verhulst het vruchtgebruik heeft. Waarom zijn dat tegenstrijdige belangen? Hebben de bewindvoerders dan iets misdaan? Nee, natuurlijk niet. Maar misschien heeft Lucie zoiets beweerd. In ieder geval is het zeer waarschijnlijk dat hier tegenstrijdige belangen op het spel staan. Of komen te staan. Dat zien we te zijn de tijd dan wel. Jongen, ik begrijp jou niet. Ben je nu al vergeten dat de heer Verhulst jou dat extra hoge honorarium heeft uitbetaald? In de verwachting dat hij in de toekomst weer van je diensten gebruik zal maken. Dat was hij vast van plan. Dat extra hoge honorarium kan hij terugkrijgen. Ik denk niet dat je hier zo gemakkelijk van afkomt. En ik zit er lelijk mee. Oh ja, hoezo? Als ik Oscar Verhulst goed ken, dan neemt hij dat niet. En er ligt er morgen een klacht bij de Raad van Toezicht tegen jou. En daar zal ik me dan bij moeten aansluiten. Want vergeet niet, ik ben ook nog lid van die raad. Tjonge, jongen. Ik zie al een flinke deuk in een veelbelovende carrière. Ik geef jou tot morgenochtend 12:00 de tijd om je als raadsman van mevrouw Verhulst terug te trekken. Gegroet. Peter, ga maar naar huis. Roel en ik gaan naar Amsterdam. Neem maar een vrije avond. Dank u, meneer Vils. Zal, kan ik je ergens afzetten? Nee, het is mooi weer. Ik loop wel. Lucie? Hallo. Hoe gaat het met je? Goed. Met jou ook? Nee, niet zo goed. Ik heb zojuist een bezoek gehad van een gepikeerde de Vos. Ja, weet er alles van dat ik contact met je heb. Dreigt me zelfs met een klacht bij de deken van je ex-man. Als ik toch voor je ga optreden. Met wat voor reden? Zijn standpunt is dat Oscar een cliënt van me is. En dat zoiets noemen ze dan strijdige belangen. Wat kunnen ze doen? Ik weet het niet. Als de deken ook zo'n standpunt inneemt. Hij kan het me verbieden. Ze kunnen me zelfs schorsen als ik het toch doe. Jee, vervelend. Ja, dat is een nare zaak, ja. En nu? Ja. Ik zal even moeten afwachten. We moeten alles maar even op een laag pitje zetten. Ja, ik begrijp het. Maar ik hou in ieder geval op de hoogte. Fijn. Het beste. Ja, jij ook. Oké. Okay. Daar. Sorry, ik heb het gehoord. De deur stond open. Oh. Wat ga je doen? Ja, als ze me verbieden om voor haar op te treden, wordt het voor Lucie bijna onmogelijk om in deze contrée nog een advocaat te vinden. Die club heeft zoveel invloed hier in de provincie. Zal ze naar Amsterdam moeten? Nou, staat ze weer alleen. Kan je daar niks tegen doen?
Ja. Meester Venema is de deken. Ik zal proberen hem te overtuigen. Ik moet met hem praten voordat de vos er is geweest. Weet je wat? Bel hem meteen maar even op. Goedemiddag met het kantoor van meester Hoogland. Ik wou graag een afspraak maken met de deken. Er is nogal haast bij, het liefst vandaag nog. Oh, dat is jammer. U belt mij op zodra hij weer op kantoor is? Fijn, dank u wel hoor. Goedemiddag. 3 dagen de stad uit. Oh nee. Roel, ik moet zeggen, het is altijd een genoegen met jou te dineren. Maar vanavond is er een bijzondere reden. Is er op de zaak nog iets gezegd over jouw ongebruikelijke promotie? Niet in mijn gezicht. Achter mijn rug zullen we gekletst zijn. Ja, zal vast wel. Maar werk jij maar rustig in. Je kunt alles aan, heb ik gemerkt. Lastige mensen gaan eruit. Ik zei rustig. En altijd in overleg met mij. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Nou ja, daar wil ik het nou niet over hebben. Dat zijn details. Je moet begrijpen, de top van een groot bedrijf als het onze is een eenzame positie. Dubbel eenzaam wanneer je met je vrouw overhoop ligt. Mede daaraan heb jij je promotie te danken. Dat had je beloofd. Ik was het al lang van plan, maar ik wacht het gunstigste moment af. Ik moet iemand in het bedrijf hebben waar ik onvoorwaardelijk op aan kan. Op dit moment is er niemand. En meester De Vos dan? Daar heb je alleen maar wat aan als ik denk dat hij er zelf beter van wordt. Die Hoogland is er ook zo een. Dat blijkt me weer. Ja, ik zeg dat wel. Enfin. Ik heb jou lange tijd geobserveerd. Je bent intelligent. En tot nu toe heb je altijd loyaal tegenover mij opgesteld. Natuurlijk, maar ik werk ook graag voor je. Roel, ik hoop dat je mijn vertrouwen nooit zult beschamen. Je kent me toch? Je zult je wel eens afgevraagd hebben, waarom gaat hij eigenlijk niet scheiden? De situatie was ondraaglijk. Van het begin van mijn huwelijk af. Nee. Die ouwe Van Delden heeft me er mooi in laten lopen. Wat vertel je me nou? Ik dacht dat jij een heilig respect voor die man had. Ja, had. Nu niet meer. Die man heeft me gewoon belazerd. Op zijn sterfbed. Je moet mij beloven dat je dit nooit aan iemand zult vertellen. Lucie mocht niet alleen achterblijven. En hij wilde ook dat ik de zaak zou voortzetten. Daarom moest ik met Lucie trouwen. Maar ze was zwanger. Alleen ik wist van niets. Van wie? Wist ze zelf niet. Ongelooflijk. Ja, mocht ik ooit iets voor haar gevoeld hebben, dan is dat gauw verdwenen. En die jongen? Best ventje. Maar wordt voortdurend tegen mij opgezet. En toen werd ik er van de ene op de andere dag mee geconfronteerd dat die jongen enig erfgenaam was. Lucie had het vruchtgebruik. En ik mocht voor bewindvoerder spelen. Ik had ontslag kunnen nemen, weglopen. Maar dan wel met niets. En verder heb ik wat op gevonden. Zoals je weet heb ik mijn eigen BV. Geleidelijk aan heb ik wat van de Van Delden BV's overgeheveld op mijn eigen BV. Dat is niet zo ingewikkeld. En moreel alleszins verantwoord. Handig. Klinkt misschien wat frauduleus. Maar als je de zaak objectief bekijkt, had ik er gegronde redenen voor. Of schoon, juridisch, is het natuurlijk aanvechtbaar. Nou en? En dan is er nog het Santo Domingo-project. Is er ook wat mee? Nou, voor alle eventualiteiten, met het oog op die crisis hier, wil ik wat in het buitenland hebben. Daarom ben ik met mijn eigen BV dat Santo Domingo-project begonnen. Leuk project. De hele aanleg wilde ik met de aanbetalingen van kopers financieren. Zo gebeurt het overal. Ja, het ging prima. Tot de kopers mij plotseling in de steek lieten. Ik zat voor het blok. Want de hele aanleg was al uitbesteed. Ja. Die aannemer in Spanje werd lastig. Ik leende geld van de Van Delden BV's, enzovoort, enzovoort. Het geld van Van Delden is een bron die voorlopig nog niet opgedroogd is. Ja. In ieder geval net zo droog als mijn grond in Spanje. Jou kan niet zoveel gebeuren. Voorlopig niet. Maar daarom kan ik geen gedonder over die nalatenschap gebruiken. Weber begint lastig te worden en Hoogland is aan het verroeten. Dat mag niet gebeuren. Begrepen. Dus jij blijft meedoen? Wat dacht je? Jij bent mijn grote investering.
volledig bewezen is dat verdachten na een waarschuwingsschot te hebben gelost met een daaropvolgend gericht schot Adriaan Boomgaard heeft gedood. Een tweede gericht schot op de broer van Adriaan heeft deze gelukkig gemist. Verdachte beroept zich op noodweer. Uiteraard het enige beroep dat haar straffeloosheid zou kunnen geven. Dit beroep op noodzakelijke verdediging zal hier echter moeten falen. In de eerste plaats is hier sprake van illegaal wapenbezit. Kan een daad, gepleegd met wapentuig dat verdachte illegaal bij zich draagt, ooit legaal bevonden worden? Het antwoord hierop luidt mijns inziens ontkennend. Nee. Maar ook verder beantwoordt de toedracht van deze afslachting, zo mag ik toch wel noemen, geenszins aan de criteria die de wet voor noodweer stelt. Volgens de getuigenis van de broer van het slachtoffer wilden de beide jongens alleen maar een geintje met de verdachte uithalen. Waaruit dat geintje dan zou bestaan, dat is hier niet duidelijk geworden. Een stoeipartijtje misschien? Hoe het ook zij, ze werd op de gang van het flatgebouw ingehaald door de beide jongens en een van hen heeft haar toen van achteren beetgepakt. Verdachte heeft zich losgerukt en is meteen aan het schieten gegaan. Meneer de president, is hier sprake van noodzakelijke verdediging tegen iets dat misschien aanranding had kunnen worden, maar het op dat moment nog niet was? Dat zijn immers de criteria van de wet. Is hier sprake van noodzakelijke verdediging? Natuurlijk niet. Integendeel. Hier is sprake van een overtrokken reactie van de verdachte. Het is noodweer tot het extreme doorgevoerd. Emily, cheers. Cheers. Ja, ik ben best tevreden met mijn leven zo. En jij? Oh ja hoor, ik heb heel interessant werk. Oh ja? Ja, dat sportcentrum van mij, dat draait steeds beter. Dat is mijn eerste hobby. En daardoor kan ik leuk scharrelen in exclusieve wagens. Dat is mijn tweede hobby. En dan hou ik nog tijd over voor mijn derde hobby, vrouwen. Oh, die komen bij jou dus op de derde plaats. Juist. Ik bedoel, dat is heel juist van jou om mij erop te wijzen. Ik zal het onmiddellijk corrigeren. Schoonheden, mits geraffineerd verpakt en verzorgd, komen eigenlijk op de eerste plaats. Daar ben ik uiterst gevoelig voor. Bijna overgevoelig. Dank je. Heb je me daar al mee uitgevraagd? Ja, ik heb wat desillusies gehad de laatste tijd op dat gebied. Zal misschien de leeftijd zijn, hè? Ik dacht, kom, het stuur moet eens radicaal omgegooid worden. Desillusies? Vrij koetswerk, maar geen motor. Geen motor, geen hart. Oh. En dat wist ik van jou meteen. Jij hebt wel een motor. Ik voel hem vibreren. Van die afstand? Ja. Oh, is dat een uitnodiging? Daarbij komt, jij hebt nog iets anders ook. Koppie. Ah, iets wat jouw wagens tenminste niet hebben. Schrikt dat jou af? Oh, nee. Ik hou van wijze vrouwen. Vrouwen met ervaring. Maar vertel eens, Emily. Heb jij ook wel eens desillusies gehad? Oh, ja hoor. Ja? Ja, mijn laatste vriend heeft het uitgemaakt toen ik 7 was, omdat ik niet kon knikkeren. Wij danken u. En is liefde zeker nu over, hè? Want raffinement en ervaring heb ik niet in huis. Ach, het is misschien wel beter. Mezelf kennende, laten we wel wezen. Korte romance? Ja. We zouden opnieuw kunnen beginnen. Daar moet ik even over nadenken. Ik heb erover nagedacht. Ja. Ik kan de officier niet volgen als hij het illegaal in het bezit hebben van een wapen betrekt bij de vraag of er sprake is van noodweer of niet. Voor illegaal wapenbezit bestaat een gebruikelijke straf en tegen oplegging daarvan zal niemand zich verzetten. Maar, meneer de president, wij zouden ons moeten afvragen hoe het komt dat de verdachte in het bezit was van een wapen. En waar zou dat geintje op uitgelopen zijn? Een beroving, een verkrachting? In ieder geval wel iets ernstigers dan wat de officier zo luchtig een stoeipartijtje noemt. Moet een vrouw zich dan altijd maar onderwerpen aan een stoeipartijtje met 2 vreemde kerels in de hoop dat het wel los zal lopen? U begrijpt toch, meneer de president, dat als een vrouw dat soort lieden hun gang laat gaan, dat zij zich volledig weerloos overlevert. Nog heel iets anders, meneer de president. In dat flatgebouw heeft de laatste 2 jaar, los van 3 inbraken,
volgens de politierapport onder meer het volgende plaatsgevonden. Een oude dame in haar flat in elkaar geslagen en beroofd. Een vrouw in de lift bedreigd. En een meisje van 14 jaar verkracht. Ik zou natuurlijk nog een tijdje door kunnen gaan met dat wat niet aan de politie bekend is geworden. De zogenaamde geintjes dus. Meneer de president, verwondert het u dat er onder alleenwonende vrouwen in dat gebouw een paniekstemming heerst? Men durft gewoon 's avonds de straat niet meer op. Verwondert het u dan dat een vrouw die niet geïsoleerd wil raken in haar flat, maar bijvoorbeeld gewoon 's avonds naar vrienden wil gaan en thuis wil komen wanneer zij dat wil, op zoek gaat naar een wapen? Mij niet, eerlijk gezegd. Dank u, meneer de raadsman. Mevrouw, u hebt het laatste woord. Mijn cliënten zit hier vanaf. Ja. Uitspraak over 14 dagen. En toen? Bijna vrijspraak. De rechtbank heeft het beroep op noodweer overgenomen. Ach nee. Ja, het is nu alleen veroordeeld voor het hebben van een wapen. Geweldig. Ik vind het wel vervelend dat ik er niet ben dat jij dat gesprek met die deken hebt. Ach, er kan niets gebeuren. Als hij me verbiedt om voor Lucie op te treden, kan ik niets voor dat doen. Je bespaart me waarschijnlijk een hoop moeilijkheden. Maar je doet er nogal laconiek over. Ja, ik zou er graag willen helpen. De zaak beboeit me ook enorm als die mag. Ik heb werk genoeg. Ik ben nieuwsgierig. Ik bel je vanavond. Ja. Goeie, dank u wel. Hey, Erik. Ab. Ben je ook naar Parijs? Nee, niet ik, maar mijn vrouw. Oh. Mag ik je voorstellen? Ab, Nicole. Hallo. Ab is een oude... Ja, is een oude studiegenoot in Amsterdam. Ja. Ga je naar Parijs? Ja, ik werk sinds een aantal jaar als juridisch medewerker bij de VVM-delegatie in Parijs. Ach, woon je er ook? Ja, af en toe. Je reist alleen? Ja. Nou, misschien mag ik je dan als oud studiegenoot van Erik uitnodigen voor de lunch? Mag. Ja, prima. Uitstekend idee. Oh, het mag. Uitstekend. Het is tijd om te vertrekken. Ik kom je halen voor de eerste lunch. Afgesproken? Prima. Hey, tot ziens. Altijd het beste. Goeiedag. Tot straks. Dat is een aardige vent. Ik ben hem helemaal uit het oog verloren. Een tijdje geleden is zijn vrouw overleden, heb ik gehoord. Sindsdien heeft niemand meer contact met hem. Lievertje. Ik bel je vanavond. Je belt me vanavond, hè? Ik bel je vanavond. Kantoormeester Hoogland. Dag, met Lucie Verhulst. En dag, mevrouw Verhulst. Is meneer Hoogland er? Nee, hij is er nog niet. Aha. Maar als u belde, dan moest ik zeggen dat de afspraak met de deken vanmiddag om 2:30 gezet is. Oh, en verwacht u hem daarna nog op kantoor? Ja, hij dacht zeker nog voor 5:00 terug te zijn. Oh, dan kom ik nog even langs. Ik ben erg benieuwd hoe het afgelopen is. Ja, we zijn allemaal erg benieuwd en bezorgd. Maar ik weet zeker dat hij het prettig vindt om u te zien. Fijn, tot straks. Tot straks, mevrouw Verhulst. Gaat u zitten, meneer Hoogland. Dit is de eerste keer sinds uw beëdiging dat onze wegen elkaar kruisen, geloof ik. Ja. Veel van u gehoord. En, hoe bevalt het, de praktijk? Uitstekend, meneer Venema. Ja, ja. Aan de resultaten die u zo nu en dan bereikt, dacht ik al, meneer Hoogland moet er plezier in hebben. Maar uw patroon, meester De Vos,
is ver van tevreden. U weet dat het voornamelijk gaat over uw relatie met de heer Oscar Verhulst en zijn vrouw. En als patroon en stagiaire daar niet uitkomen, zal er wel wat aan de hand zijn. Vertel me dus maar eens uw kant van de zaak. Oh, mevrouw Verhulst, hij is er nog niet, hoor. Oh, wat duurt dat lang? Lijkt me niet zo'n goed teken. Nee, ik dacht het ook niet. Vind je het goed als ik in zijn kamer wacht? Ja, natuurlijk. Dank je wel. Laat mij het resumeren. U had dus in eerste instantie een opdracht van meneer Verhulst. Die opdracht was te trachten mevrouw Verhulst te overreden mee te werken aan een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek. Daarin bent u geslaagd. In het daaropvolgende echtscheidingsproces trad u op als raadsman van mevrouw Verhulst. Maar nog altijd op instructie van meneer Verhulst. Die ook degene was die u tenslotte honoreerde. En nu wilt u gaan optreden voor mevrouw Verhulst tegen uw oorspronkelijke opdrachtgever. Een beetje vreemd, als ik dat zo zeggen mag. U begeeft u op glad ijs. En ik ben bang dat ik u dat moet ontraden. In uw eigen belang. Ze heeft bijstand nodig. Er zijn nog meer advocaten in Nederland. Ze wordt bedreigd. Oh ja? Hoe dan wel? Met haar kind. Als ze de jongen wil zien. Gelooft u dat werkelijk? Ja, dat weet ik. Ik trouwens ook. Het is alsof er een heel complot is, een samenzwering. Eerlijk, ik heb het gevoel als ik haar niet help, dat ze niet makkelijk iemand zal vinden. Ja. Ik ga u nu een vraag stellen. Een kardinale vraag. En ik reken erop dat u die open en eerlijk zult beantwoorden. U wilt nu op gaan treden voor de vermogensbelangen van mevrouw Verhulst. Gebruikt u daarbij enige wetenschap, kennis van zaken, informaties, vermoedens, kortom iets dat u als advocaat van de heer Verhulst is meegedeeld? Of iets wat u tijdens uw contacten met hem ter oren is gekomen? Nee, pertinent niet. Het ging toen alleen over echtelijke verhoudingen. Vermogenszaken zijn niet ter sprake gekomen. En daar gaat het nu juist wel over. Over het beheer van een nalatenschap. Waarvan mevrouw Verhulst het vruchtgebruik heeft. En daar heeft nog de Vos, nog de heer Verhulst ooit met mij over gesproken. Met geen woord. Alles wat ik daar nu over weet, dat weet ik van haar. Ik ben bereid dat te geloven. Maar als achteraf blijkt dat u toch, dan bent u absoluut fout. Denk eraan. Wat u doet is koordansen. Als oude en hoop ik wijze man moet ik een wat onstuimige jonge confrère adviseren u hierbij niet te laten afleiden door medelijden. Of erger nog, door romantische gevoelens voor een mooie jonge vrouw. Bedenk wel, als u uitglijdt, breekt u uw nek. Er is geen vangnet. En? Geschrapt van het tableau. Wat? Ja. Troost me. Oh, je laat me schrikken. Mevrouw Verhulst wacht op je. Oh, mooi. Veni, vidi, vici. Dus het is goed afgelopen? Ja, je mag me feliciteren. Oh, jij mij ook.
We zijn toch strijdmakkers? Ja. Nou, helemaal. Nu moet ik hard voor je gaan werken. Ik heb gezegd dat je bedreigd werd. En ik ook. Maar ja, daar moet er wel iets van blijken. Ik heb trek in een bol. Maar ik moet nog zoveel doen. Ga je vanavond mee een hapje eten? Een drankje drinken? Ik ben de hele week alleen. Dat hoorde ik al van Nicole. Zeg, waarom kom je niet naar mij? Dan kook ik. Ik ben toch ook alleen? Ja, gezellig. Het was wel spannend. Ook omdat meester De Vos lid is van de Raad van Toezicht. Nou, ik ga snel wat doen en ik ben om 6:30 bij je. Oké. Ga ik even boodschappen doen? Ja. Waar hou je eigenlijk van? Oh, ik ben makkelijk. Ik ben een alleseter. Oké, tot zo. Tot zo. Dag, Emilie. Dag, mevrouw Velst. Om het te vieren. Ah. Mm. Proost. Proost. Ik denk nog even naar huis gaan om een schoon overhemd aan te trekken. Mocht Nicole bellen, zeg dan maar dat ik in de stad ben gaan eten. Tafel voor twee? Nee, het gaat me niet aan hoor. Waarom ga je niet meer de stad in? We kunnen misschien eens gaan eten. Nou, ik ben eerlijk gezegd een beetje moe. Jammer. Morgen misschien? Nou, misschien. In ieder geval reuze bedankt voor de lunch van vandaag. Jij bedankt voor je gezelschap. Dankzij jou is de reis een stuk sneller gegaan. Ja, dat is waar. Het is omgevlogen. Ik bel je nog. Mag dat? Goed. Tot morgen dan. Dag. Dag. Goedenavond, goedenavond. Hey, hallo. Hoe is het met je? Prima, met jou? Uitstekend, uitstekend, dank je. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik vroeg me eigenlijk af... Waar heb ik het nou? Wacht even. Oh ja, hier. Of dit van jou was? Nee, natuurlijk niet. Er staat Poort van Horen op. Hé. Hey. Daar komt het vandaan. Ja, ik vond het op tafel nadat je weggegaan was. En toen dacht ik dat... Het misschien een goede smoes was om hierheen te komen en mij te zien. Ja. Nee. Nou ja, ja. Juist. Ja, ik heb geprobeerd om mijn secretaresse jouw assistente te laten bellen, maar dat was onmogelijk. Maar jij hebt toch geen secretaresse? Nee. En jij hebt geen assistente. Dat maakt het juist zo ingewikkeld. Hè? Ik begrijp wat je bedoelt. Nou ja, je bent hier nu toch? Wat kan ik voor je doen? Nou, eigenlijk niets. Ik vroeg me alleen af of ik misschien bij jou binnen... Nee. Bij mij een borrel te drinken, wat te kletsen en daarna gezellig uit te gaan. Nee. Oh, dat is reuze spijtig. Ja. Luister, ik wil niet negatief zijn, maar er zijn een paar dingen die je goed moet begrijpen. Oh. Kijk, ik ben alleen omdat ik het prettig vind om alleen te zijn. En dan vind ik het heerlijk om mensen zoals jij vaak te zien. Oh ja, dat is prima, ja. Zolang ze maar begrijpen dat ik niet serieus wil worden. De man die ik echt wil hebben, die heb ik nog niet ontmoet. En ik voel niks voor concessies. Dat zou niks worden. En je zegt net dat je niet serieus wil zijn. Gewoonlijk ben ik dat ook niet. Maar nu moet het even. Ik wil namelijk dat je me goed begrijpt. Je begrijpt me toch, hè? Ja, ik begrijp je. Je wilt eigenlijk alleen maar bevriend met me zijn. Ja. Het oude liedje. Hoe vaak heb ik dat al niet gehoord? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik wil alleen dat je weet dat ik je aandacht en je gezelschap zeer op prijs stel. Je stelt mijn aandacht en gezelschap zeer op prijs. Dat is wel formeel, hè? En hoe eindig je? Met vriendelijke groeten, hoogachtend Emilie de Graaf? Ik meen het. En ik weet het. Goedenavond. Goedenavond. En vergeet niet wel te rusten.
rusten te zeggen tegen de auto. Welterusten, lieve kleine auto. Hallo. Hallo. Alsjeblieft. Oh, dank je wel. Wat gezellig. Het is toch ook feest? Ja, zeg het wel. Kun je wel koken? Oh, dank je wel. Ik bedoel, je hebt het natuurlijk heel lang niet gedaan. Ik heb mijn uiterste best voor je gedaan. Dat is lief van je. Oh, ik ben nog niet helemaal klaar, maar op het balkon staat een fles champagne. Wil jij hem openmaken? Ja, natuurlijk, ja.